Welkom bij het Digitaal Journaal. In een serie afleveringen willen wij laaggeletterdheid onder de aandacht brengen en wat we er met z'n allen aan kunnen doen. Bibliotheek Rivierenland neemt het initiatief om op allerlei fronten laaggeletterdheid aan te pakken. Laaggeletterdheid, dat wil eigenlijk zeggen dat je best wel wat met taal kan lezen, schrijven, maar toch onvoldoende goed om eigenlijk mee te kunnen doen aan de samenleving. Je vindt het moeilijk om bijsluiters bij medicijnen te lezen. Je weet niet precies hoe het openbaar vervoer werkt. Je vindt het moeilijk om aan je kinderen voor te lezen. Dus eigenlijk kan je het een heel klein beetje, maar niet goed genoeg. En dat is jammer, want dan mis je kansen. Er zijn een groot aantal taalambassadeurs bereid gevonden om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Waaronder volkszanger Frans Duits. Ja, ik ben taalambassadeur geworden omdat ik om mij heen ook veel laaggeletterdheid heb. Mijn kinderen zijn dyslectisch, dus ik voel me eigenlijk altijd heel erg aangetrokken bij dit soort onderwerpen. Dus vandaar, het was voor mij helemaal niet zo moeilijk om taalambassadeur te worden. Ja, op 15 mei heb ik de liedjeskast mogen introduceren met heel veel bekende collega's uit het land. Wat de bedoeling is, je hoort een liedje en in dat liedje geven wij een taalles. Ik doe dan het verlengtrucje, zodat je weet wanneer je de D of de T moet schrijven, of de P of de B. Nou, als je daar wat meer van wil weten, kun je er natuurlijk alles van vinden op de website. Onder andere ook op die van mezelf. Maar dat is de liedjeskast. Leren door middel van muziek. Hier en op dingen. Eindigt een woord op O of A. Dan schrijf je in het meervoud, komma S en A. Dit is een liedje uit de liedjeskast. De liedjeskast kent 15 liedjes. Ieder liedje gaat over een taalregel. Bij ieder liedje hoort een kastje waarmee je de taalregel kunt oefenen. Een heleboel bekende Nederlandse artiesten hebben de liedjes ingezongen. Woorden breken als je ze gaat klappen. De tegenwoordige tijd. Al zingend leer je taalregels. En met schriftelijke en online oefeningen oefen je de regels. Heel veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Het is heel erg moeilijk als je een taal niet volledig beheerst, omdat je soms een beetje niet zo slim overkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor laaggeletterden, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het gaat zeker om ruim 2 miljoen mensen. Ik was eigenlijk wel blij met de liedjeskast, want dan kan ik het zelf ook een keertje goed begrijpen. Zij kunnen allemaal oefenen met de liedjeskast. Als het moeilijk voor je is om de taalregels te leren en uit elkaar te houden, kan een leuk liedje wel eens heel goed helpen. Je zou denken wat je hoort, moet je ook schrijven. Dan zouden veel meer mensen bij de les kunnen blijven. Beste professoren van onze taal. Kan het niet eenvoudiger allemaal? Nu moet je zoveel weten en leren. En alle regels van de taal bestuderen. Dus klinkt er een T aan het eind van een woord. Schrijf vaak een D en dat is iets wat me stoort. Maak het woord langer, dan hoor je pas goed. Of je een T of een D schrijven moet. Hond met een D, omdat je zegt honden. En grond met een D, want het is gronden. En mast met een T, want het is masten. En kast met een T, omdat je zegt kasten. De laaggeletterdheid is gewoon behoorlijk groot in onze regio. En om te laten zien dat wij gewoon meer kunnen met z'n allen. En je hoeft niet bang te zijn dat je de taalfout maakt. Daarvoor moet je gewoon meedoen aan de grote digitaalstrijd. Ja, waarom mensen mee moeten doen met een grote digitaalstrijd, dat is heel simpel. Ten eerste, het is heel erg leuk. Ten tweede, we pakken een probleem aan wat echt wel een probleem is in deze regio. Maar het belangrijkste is dat je er zelf voor staat. Dat je je team bijvoorbeeld, een team mensen, om je heen meeneemt om te motiveren om mee te doen aan deze grote digitaalstrijd. En het is gewoon één groot plezier. En je doet er iemand een plezier mee. Dus je pakt twee vliegen in één klap. De grote digitaalstrijd. Wat is dat nou precies? Teams van 3 personen gaan met elkaar de strijd aan. Wie beschikt over de beste taal en digitale vaardigheden? De grote digitaalstrijd vindt maandagavond 4 september 2017 op 10 plaatsen in de regio tegelijkertijd plaats. Winnaars van de gemeentelijke voorrondes gaan door naar de grote finale in Zinder, het nieuwe culthuis van Tiel. Teams kunnen nu gevormd worden. De inschrijving is inmiddels geopend en te vinden op bibliotheekrivierenland.nl.
Nou, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te voorkomen dat je laaggeletterd wordt. Want als je het eenmaal bent, is het best ingewikkeld om er weer van af te komen. Mensen schamen zich ervoor. Dus wat de bibliotheek vooral ook doet, is voorkomen dat mensen laaggeletterd worden. We beginnen al met het wijzen op het belang van voorlezen aan kleine babytjes. Dus daar hebben we programma's voor. We zitten op alle peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen, want je moet zoveel mogelijk lezen. Want dan vergroot je je woordenschat, word je beter in taal en word je niet laaggeletterd. We zitten op alle basisscholen met onze mensen en onze programma's. En dat is eigenlijk ongelooflijk belangrijk dat kinderen blijven lezen. Het voorkomt laaggeletterdheid. De grote digitaalstrijd is breed opgezet. Zowel maatschappelijke instanties, overheden en semi-overheidsinstellingen en het bedrijfsleven steunen dit project. Gabi Lafeber, directeur van Bibliotheek Rivierenland, licht een voorbeeld van participatie aan het project toe. We organiseren die grote digitaalstrijd als bibliotheek samen met het bedrijfsleven, Betuwe in Zaken. Maar we zijn ook ontzettend blij dat we samenwerken met de Kiwanis. De Kiwanis, dat is een serviceclub, die houden één keer per jaar een mooie race, een rally met oude auto's, allerlei soorten auto's, en daar halen ze geld mee op. En de Kiwanis hebben gezegd, een deel van het geld dat we dit jaar ophalen gaat naar die strijd tegen laaggeletterdheid. Want dat is wat we ook graag willen, dat we met die battle, die grote digitaalstrijd, geld ophalen om het probleem op te lossen. Nou, wat willen we nou graag doen met dat geld dat de Kiwanis voor ons ophalen? We willen in al onze bibliotheekvestigingen, en dat zijn er 19 in de hele regio, willen we goede kids leescafés inrichten. Dat zijn fijne plekken voor kinderen en hun ouders met mooie collectieboeken waar ze zo snel mogelijk naartoe gaan, vaak terugkomen en hun taalvaardigheden leren verbeteren door veel te lezen. Met taal kun je niet vroeg genoeg beginnen. We gingen op bezoek bij de Gravin van Rechterschool in Appeltern. En we vroegen aan de kinderen uit groep 1 en 2 wat de brandweer nou doet toen ze net daarvoor een brandweerwagen hadden gezien. Wat vind je er maar meer? Ik wil wel doen. En we waren nog aan het blussen. En we hadden in de auto gezeten en had de heer een foto gedaan. En hadden we leuke dingen gedaan zelf. Ah, hadden we zelfs even gepraat wat dat was. Maar als wat daarin niet was. Maar het was wel heel leuk. Jij zei dat al. Nee, maar dat zei ik al. Niet? Jawel. Je hoort het niet. Nou. We hadden gezien dat er een hele grote slang was. En dat er een brandweerwagen was met sirene aan. Nee. Nou, wat ik het allerleukste vond, sproeien en ook in de auto. Dat ze zegt elke keer wat ze doet elke keer na. Ik ook en al. En we mochten zelfs, mochten we met de slang zo spuiten. En we mochten zo'n masker op doen. En dat was leuk. Dan moet je eerst de slang uitrollen en dan doe je hem in zo'n tegelvorm ding. En dan doe je hem openmaken en dan komt er water uit. En dan doe je de slang eraan vastmaken en dan komt er water uit. Die lampen. Brandblussen. En die doen de katten uit de boom halen. Wij vonden dat dus niet leuk. Doei, doei. Wij vonden het leuk. Doei, doei. Wij vonden het leuk. Boei, boei. Wat kun je verwachten tijdens de grote digitaalstrijd als je meedoet? In elke aflevering van het Digitaal Journaal een vraag.
E-mail kennen we allemaal. Rond 1995 werd het grote internet werd eigenlijk heel erg bekend bij het grote publiek. Maar de vraag aan jullie is, wanneer werd de allereerste e-mail verstuurd? Is dat A in 1973, B in 1990 of C in 1983? Het juiste antwoord op deze vraag hoort en ziet u de volgende aflevering. De grote digitaalstrijd, doe mee. Frans, hoe zit het ook alweer? Vorm een team met drie maatjes, drie vrienden, drie collega's, een team, soulmate. Het maakt allemaal niet uit. En schrijf je snel in op www.grotedigitaalstrijd.nl. In de volgende aflevering praten we onder andere met Miranda de Vries, een taalambassadeur en burgemeester van Geldermalsen. Stelt Frans Duits weer een vraag en hebben we het over de ontwikkelingen rondom de grote digitaalstrijd in Rivierenland. Tot dan!